We zijn nu op de Strip ontwandelen. Voor de mensen die de Strip niet kennen, Strip is de belangrijkste straat van Las Vegas. Dat is de plek waar alle, maar dan ook al de belangrijkste casino's liggen. Dat verandert heel hard op een jaar tijd. Er zijn er ook een aantal verdwenen. Daar lag tot vorig jaar de Riviera. Die hebben ze vorig jaar afgebroken. Was nog tijdens het hotel met de knapste neon. Neon is een beetje aan het verdwijnen in de straten van Las Vegas. Dat is wel spijtig. En de rest van het hotel, ze liggen eigenlijk allemaal in de rechter. Het enige wat je daar nog hebt, is de Stratosphere Circus Circus. Daar gaan we nu naartoe. Circus Circus, de naam zegt het al, circus. En er gebeuren hier ook circus acts, erboven. Wanneer dat precies is, geen idee. Maar dat wordt regelmatig wel gedaan. En zo heeft elk hotel ook zijn typische eigen dingen. Daar gaan we nu naartoe, hè, naar de Adventure Dome. Overdekt pretpark in de Circus Circus. Attracties zijn wel allemaal apart te betalen. Ik weet niet of je hier in het hotel logeert of dat dat ook zo is. De Adventure Dome van de Circus Circus. Wel allemaal attracties voor jong en oud. De Zoltar. Degene die ooit de film Big hebben gezien met Tom Hanks, dat is die kast die ervoor zorgt dat hem een volwassene wordt en daarna terug de kleine. Het ding heeft ook wel een heel toepasselijke naam gekregen. Ja, zo zot is het. Loco, hè? Loco, ja, inderdaad. Toen wij hier de eerste keer kwamen, je ziet dat glas hier, dat was een waterattractie met boomstammen. En dat is dus veranderd in El Loco. Het zal qua onderhoud iets makkelijker zijn dan de waterattractie natuurlijk. Ik ga proberen zo'n beest te pakken. Niet dus. Kom op, Cliff. Je kunt het. Dat ding dat gript gewoon niet. Echt. Yep. Deze is volgens mij een van de saaiste botsauto's die ik ooit heb gezien. We moeten in één richting en nog maar wel botsen. Hier is hem zijn. De Zoltar, die gaat mijn toekomst voorspellen en geluksnummers geven. Allee, ja, hopelijk toch. Hear your fortune from Zoltar. Ah yes, it looks like today must be your lucky day, for I see relaxation in your future. Have no worries about your troubles, my friend. Zoltar has wisdom enough to conquer them all. Surrender to me your treasure, and let me tell you more. I'll tell you more. Dat is het kaartje.
En op dat kaartje stond een tekst op. En ook... nu al te dicht kunnen niet komen met de dingen, maar er stonden ook lucky numbers op. En dat ik Lief ook zo'n toe kwam slaan. Hey, dat zijn wel lucky numbers voor te gokken, hè. Zo, we gaan naar de Adventure Dome en Circus Circus verlaten. We gaan terug naar onze auto. Misschien tegen dan dat de dames uitgeshopt zijn in de Ross. Een verdiep hoger gaan, dan kunnen de circus act zien die hier plaatsvinden. Ook trapezen en dergelijke, er is zelfs een vangnet. Dus juist was er hier met een speciaal soort ding om jongleren, zoals we dat noemen. En er lokt nog altijd heel veel volk natuurlijk. En nu gaan we echt naar buiten, nu gaan we echt terug naar de auto. Zo waren we Circus Circus. Toch nog even iets vertellen over de casino's en de hotels in Las Vegas. Vooral als je met kinderen naar hier gaat. Sowieso, je kunt er niet rond, je gaat altijd door het casino moeten wandelen. Maar het probleem is, je kunt pas op de gokkasten vanaf 21 jaar hier. En dat wil zeggen, als je met kinderen gaat of met jongeren die nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, zorg er dan alsjeblieft voor dat ze geen een van die kassen aanraken. Door doorwandelen mag je aanraken. Kunnen het best niet doen. En in het slechtste geval kunnen ze zelfs buiten gooien uit het hotel. Dat is ten strengste verboden en daar zijn ze echt mega streng op. Ik heb het al één keer gezien. En ik kan u verzekeren, het kind had de knop nog niet aangerokt. En ze stonden er al met drie security-agenten rond. Dus doe dat zeker niet. Las Vegas, ja, je kunt dat met kinderen doen. Maar uiteindelijk is dat meer een soort van groot pretpark voor volwassenen. Het is weer al maandagavond en we gaan een hapje eten. Jop. In de Olive Garden. Dat is een Italiaans restaurantketen waar we al een hele tijd naartoe gaan hier in Amerika. En daar gaan we nu vanavond... Ik heb misschien beter licht aan laten. Daar gaan we nu zo dadelijk eten. Daar moeten we natuurlijk even naartoe rijden. Want het is niet op de strip. Maar ja, wij gaan heel graag off-strip. We zijn nu in een Olive Garden, Italiaans specialiteitenrestaurant. We hebben al drinken besteld, fles bruschetta. Oh nee, sorry, fles roscato. Die mannen zijn bruschetta natuurlijk. Bruschetta is het volgende gericht dat ik kan pakken. Kleine ontgoocheling deze keer in de Olive Garden. Mijn favoriet voorgerecht, bruschetta, is er niet meer. We hebben het van de kaartgold moeten vervangen door een soort van kaasfonduukje. Geen bruschetta, hè. Tijd voor ons andere voorgerechtje dat we dan hebben gepakt. We delen dat met z'n allen. Tijd voor het hoofdmenu en ik heb gekozen voor iets traditioneel dat je bij ons ook meestal zelf mocht of kunt gaan eten. Spaghetti met originele vliesaus. Spaghetti bolognese, zoals ze dat bij ons noemen. Goedemorgen, Yves TV'ers. Het is vandaag dinsdag. Dinsdagochtend in Las Vegas. En ik lig nog heel even op bed. Ik ben er net trouwens een paar timelapsen gaan nemen op de dekparking van ons hotel. Als je ooit naar Vegas komt en je wilt echt leuke foto's nemen van hotels of van de omgeving of zo, zie je altijd dat je op de dekparking gaat staan van de parkings die er beschikbaar zijn aan de hotels. Want daar heb je echt super, super coole uitzichten. En je kunt het dan best 's morgens en 's avonds doen wanneer het de zon opkomt en ondergaat. Dat zijn de mooiste beelden die je dan kunt krijgen. We staan hier nu in de food court van Excalibur Hotel en begon bij de Starbucks. Dat is hier achter. Dat is de... Ja, voilà. Bij de Starbucks gaan we even een klein ontbijtje pakken. Het hoeft niet altijd een uitgebreid groot ontbijt te zijn. Vandaag houden we het een beetje simpel. Oh, kijk. Ah, welcome to fabulous Las Vegas. Net ontbeten, dat is weer al nog binnen. Klein ontbijtje, want we gaan straks uitgebreid eten in de Bahama Breeze. Het is happy hour vanaf een bepaald uur. En dat is met heel veel snacksjes. En we gaan nog allemaal even een sigaretje roken nu in het casino. En dan gaan we shoppen. Voor de verandering. Het grappige is dat het vandaag een mindere dag ging zijn. Is deze minder? Blijkbaar voor de mensen in Vegas wel. De temperatuur is iets lager dan anders, maar je ziet mij in mijn t-shirt lopen, korte broek.
voor mensen uit Europa en vooral uit België is deze gewoon prachtig weer. Ah ja. Voilà. De airco een klein beetje op. En dan zullen we de dames eens gaan oppikken. Trouwens, hier is van een grote auto uit het is. Daar krijg je wat koffers in, hè. Er net iets heel grappig meegemaakt. Ik was hier timelapse aan het maken van de bergen. Toen er plots security man stond, die vroeg of ik even wilde meekomen naar het bureau om na te gaan of dat allemaal mocht en zo. Ik heb gewoon een formulier moeten invullen. Dat is dit formulier hier. En dat is allemaal geen probleem. Allemaal tiptop in orde. En ja, ze checken dan wel even het YouTube-kanaal en zo. Maar daar heb ik geen probleem mee. We doen niks verkeerd. Hè. We zitten nu in Summerlin. Nieuw shoppingwijk die ze hier hebben gemaakt. Ligt helemaal van boven in Vegas tegen de bergen aan, waar dat ook Red Rock Canyon zit en zo. Volledig nieuw. En hier is ook een Apple Store. En daar ben ik nu naartoe ontwandelen. Ja, ik ben er net even binnen geweest. Ja, je moet er binnen niet filmen, dus doen we dat natuurlijk ook niet. Ze hebben dat niet altijd zo graag. Ik ben eigenlijk op zoek naar de AirPods. Dat zijn die Bluetooth oortjes van Apple zelf. Blijkbaar is dat een groot probleem, zelfs in de Apple Stores zelf. Ik was van de week in een Best Buy geweest en daar waren ze al aan het reclameren in de Apple Store. De man er net vertellen tegen mij dat de snelste manier om eraan te geraken online is Apple Store online. Iets heel bizar aan de hand met die AirPods van Apple. We zitten hier aan Wonderland Bakery in Summerlin Town Center. En de dames zijn hier binnengegaan, Wonderland Bakery. Deze hebben ze gekocht daar. Nice. Cupcakes. Nice. En wat hebben ze nog gekocht? Ze hebben nog iets gekocht. Ja. Oké. Chocolate marshmallow. Chocolate marshmallow. Mmm. Wow. Zie je bij Earl of Sandwich. We hebben een salatje besteld voor als kleine snacks meedeks. De neef op de gezonde toer. Een mukbang. Voilà, ons salatje hebben we ook weer opgegeten. En nu zijn we onderweg naar nog één winkel hier. We zijn aan een Bahama Breeze, tijd voor happy hour. Dit is in de Bahama Breeze en het is happy hour tot 6 uur. Eigenlijk moet het happy 2 hours noemen, want het is van 4 uur tot 6 uur. Happy hour is normaal maar 1 uur. Het betekent dat de cocktails onder de helft van de prijs zijn en ook de appetizers. En we hebben appetizers besteld en ook een cocktail en ik heb dit hier. Ze zijn er met de appetizers. Ik kan ze even laten zien. We hebben ahi, we hebben chicken wings en ik heb Key West. Tortillas besteld of nachos? Key West nachos. We kennen allemaal in België de chicken wings van de McDonald's en van de Kwik en van Andries. Je weet, dat zijn zo'n klein knabbeldingetjes. Welkom bij de chicken wings van een Bahama Breeze. Ik weet niet wat voor kippen dat ze hier hebben. Maar dat is een volgens mij zit degene die ons bedient onder weet of zo. In ieder geval, we hebben ons een hoofd. Die knief kreeg met kaas en dingen nieuw. Maar dat is een straf cocktailtje, zie. We hebben ons een hoofdmenu gekregen, kijk. Coconut shrimp. We zijn uit een Bahama Breeze, was bangelijk goed gegeten. Vreed straffe cocktail, man. Niet normaal.